Afgelopen tijd hadden we dagelijks wel met neerslag te maken en deze maandag vormde geen uitzondering op die regel. De neerslag viel in de vorm van buien. We zien hier zo'n dreigende wolkenlucht op de foto, maar tussen die buien door was er ook wel ruimte voor opklaringen. We zien hier een uitzicht over Gelderland met ook wat blauwe lucht aan de hemel. Die buien van maandag, het zwaartepunt lag vooral boven het zuiden en oosten van het land. We zien hier een wat meer aaneengesloten buiengebied. Dat trok geleidelijk weg richting Duitsland. Maar we zien ook in het noordwesten, in het Waddengebied, wel wat lichte buitjes in het radarbeeld verschijnen. Geeft wel aan dat het in het hele land wel kans is op wat nattigheid. Als ik even een stapje vooruit maak in de tijd, hoe die buiigheid zich maandagavond en in de nacht naar dinsdag gaat ontwikkelen, valt op dat we in de avond ook nog met buien te maken hebben. Die trekken oostwaarts weg. Dan is het tijdelijk wat droger, maar ook tijdens de nacht blijft er nog wel kans op wat buien. De dinsdag start droog, maar vanuit het zuidwesten komt dan deze regenzone dichterbij. Is vooral in de namiddag en avond van belang. Dan wordt het tijdelijk wat droger, maar in de nacht gaat vanuit het zuidwesten tot westen alweer een nieuwe regenzone ons land bereiken. Dus zo rollen we van de ene periode met regen alweer in de volgende. Dan nog eventjes naar vanavond. Dan hebben we nog met een paar buien te maken. Die trekken oostwaarts weg. De wind komt uit het westen, is matig tot vrij krachtig en de temperatuur is altijd nog vrij hoog voor de tijd van het jaar. 5 tot 7 graden en die gaat vannacht wel iets verder dalen. Het wordt wat vaker droog en vooral tijdens opklaringen in het binnenland kan het dan afkoelen naar een graad of 4. Aan zee is het wat milder, blijft de temperatuur rond 7 graden schommelen en aan de wind verandert vrijwel niets. Morgen gaan we wel met meer wind te maken krijgen op nadering van die regenzone. De wind draait van het westen naar het zuidwesten, neemt daarbij ook iets in kracht toe. De dag begint droog met vooral in het noordoosten en oosten nog ruimte voor de zon. Maar vanuit het zuidwesten gaat de bewolking dan toenemen. En vooral in de namiddag en avond hebben we dan vanuit het zuidwesten weer periode met regen. En belooft het dus een best wel kletsnatte boel weer te worden. Nou, de dagen daarna komt aan dat wisselvallige weer eigenlijk geen verandering. Het is een komen en gaan van regengebieden. Tussendoor ook wel momenten met zonneschijn, afhankelijk van wanneer die regenzones precies overtrekken. En de temperatuur is vrijwel constant met 8 of 9 graden overdag.